Je ziet eruit als een hoer. Jongens, zien jullie deze lamp hier? Het is voor de eerste keer in mijn hele leven dat er een witte lamp achter me staat. Onnedie. Hoi, lieve onze familie en welkom weer bij deze nieuwe Onne Dinsdag. Hier is Dolly weer een keertje, want die hebben jullie volgens mij een beetje gemist. Hè, Dolly? Dolly is gewoon heel druk geweest met haar carrière. Ik weet niet of jullie nog de video kunnen herinneren waarin ik reageer op heel veel van jullie haatreacties. Ik vind zelf haatreacties geweldig, vermakelijk en heel vaak super, super creatief bedacht. In die video zei ik dan wel dit. Nou, weet je, ik vind het helemaal prima. Ik heb zoiets van, laten we dit gewoon één keer doen en daarna nooit meer. En daarna nooit meer. Ik stiekem het. Klein beetje gelogen. Of tenminste, misschien was ik daar nog niet bewust van toen ik die video maakte. Maar nu weet ik dat ik toen loog. Want ik ga toch een deel 2 maken en die komt nu. Daarbij beloof ik, dit is wel de allerlaatste video waarop ik ga reageren op haatreacties. Nee, maar lieve jongens en meisjes, er is gewoon een hoop gebeurd. We hebben It Takes Two gehad. Er is natuurlijk weer een shitload aan haat gekomen. Ik vind haat gewoon oprecht heel vermakelijk. En jullie ook. Jullie vonden die video gewoon hartstikke leuk. Ik heb daar heel veel positieve reacties op gehad. En ik dacht, ik ga het gewoon weer doen. Ik heb er zin in. Ondertussen na deze video zit ik huilend in een hoekje met duimmond in de feutushouding. Maar dat maakt niet uit. Ik heb Barno gevraagd om door de inbox te gaan waar alle verboden woorden terechtkomen. En er staan woorden in, ja, die vind ik nou niet heel erg prettig om zo met jullie te delen. Jullie gaan die wel horen. Dus kijken er nou hele jonge kijkers die dit soort woorden nou niet echt heel goed kunnen gebruiken in hun leven. Klik dan nu weg. Nee, dat zijn toch wel woorden. Kun je nou gewoon eventjes normaal doen? Grapje, Bardo. Ik hou nog steeds van jou. Als vriend, anders denken mensen gelijk dat ik verkering met je heb. Telegraaf! Ja, jongens, wat een bevalling, hè? Goed, daar gaan we het niet over hebben. Stel dat ik een klein beetje haat teruggeef. Dat je denkt van, nou Dionne, vind ik wel heftig dat je dat zegt. Neem vooral mij niet te serieus. Ik vind het gewoon leuk om een beetje zo terug te prikken. Zo ping, ping. We gaan gewoon maar eens eventjes beginnen met de allereerste reactie. Let's go. Oké, reactie 1. Superleuke video, maar je hebt lelijk haar. Dit is op de Play-Doh video. Wat voor haar had ik? Ik weet oprecht niet meer of ik ooit een Play-Doh video heb gemaakt. Weet je, ik vind dat deze persoon wel een beetje gelijk heeft. Dit is gereageerd onder de Play-Doh video waarin ik met Serena Play-Doh dingen ging maken. Ik vind dat mijn haar er oprecht wel een beetje uitziet als een platgestampt stukje stront. Het hangt een beetje zo vettig om mijn harsen heen. Ik vind het ook niet zo mooi. Ja, het maakt me een beetje bleek. Dus ik vind eigenlijk dat deze wel gelijk heeft. Lelijk haar, ja. Ik vind het er ook niet echt mooi uitzien, dus... Jij bent echt lelijk en dom. Op de ijsmachine, de leuk of meuk. Nou, ik vond dat ik daar vet erg mijn best heb gedaan. En ja, weet je wat wel een beetje dom is? Toen ik zeg maar ijsje ging draaien, toen had ik de knop niet omgezet van de machine. Er komt niks uit die machine. Dus ja, ik was inderdaad in die video een beetje dom. Ik ben af en toe gewoon niet de scherpste. Ik vergeet wel eens het een en ander. Als je mij al lelijk vond, had je dat ijsje moeten zien wat ik heb gemaakt. Want dat zag er echt helemaal niet uit. Het was geen potje. Niet gemeen bedoeld, maar je bent heel dom. Smiley, smiley, smiley. Je moet de apparaat aanzetten en die ding onder de kant open doen. En dan komt de ijs eruit. Niet gemeen bedoeld, maar je bent heel dom. Vervolgens maakt deze chick zoveel spelfouten dat je daar eng van wordt. En die ding aan de onderkant open doen. Dan komt de ijs eruit. Voordat je iemand gaat verbeteren. En tuurlijk was het niet zo slim van mij met die ijsmachine. Leer zelf eventjes een normale comment te schrijven. Echt waar, ik krijg hier echt spontane diarree van. En weet je, nou ga ik waarschijnlijk weer haat krijgen van Dionne. Waarschijnlijk is het dyslectisch. Maar dan moet je mij niet dom noemen. Ik heb gewoon ADD en ik vergeet dingen. Ik ben nu al vergeten wat ik wou zeggen. Je ziet eruit als een hoer. Sorry, die dragen ook dat soort kleren. Nou. Jongens, zien jullie deze lamp hier? Het is voor de eerste keer in mijn hele leven dat er een witte lamp achter me staat. Volgende keer dat ik een clip ga maken, doe ik dat in een Eskimo pak. Bij deze beloofd. Aagje de Venter. Het is stront lelijk, maar je hebt het geprobeerd. Ik zou het zelf ook niet kunnen. Omtoven tot bratspop. Nou, heel eerlijk, ik vond zelf ook geen gezicht. Het was ook oprecht gewoon niet goed gelukt. Je geeft zelf ook toe, je zou het zelf ook niet kunnen. Dus ja, echt een haatreactie vind ik dit niet. Ik vind jou nog wel aardig. Dionne is een eend. Dit is onder een video van It Takes Two van AC/DC. We deden daar Highway to Hell en ik had redelijk grote schoenen aan. Dus ik denk dat diegene mijn eend vond. Of misschien was ik een beetje aan het waggelen, I don't know. Maar hey, weet je, ik was nog een beetje aan het proberen comfortabel te worden op het podium. Dus ik vind een eend nog helemaal niet zo erg. Oké. Ik zie ook gewoon een foto bij deze haatreactie. Een klein jong meisje en ze zegt biggt
Onnedi. Dat is gewoon van 2 weken geleden. Reageer op haatreacties op de eerste versie. Ik wil even researchen wat dit meisje precies bedoelt. Dus ik ga bicht maar eens eventjes googlen. Bicht, de definitie. Een afgeperkt terrein. Die ga ik echt onthouden op het moment dat ik ruzie heb met iemand. Je bent echt gewoon een afgeperkt terrein. Onnedi. Oh, dat is nog het ergste scheldwoord, denk ik. Dat gaat denk ik echt diep zitten bij mensen. Bij mij in ieder geval wel. Deze reactie is gezet onder de video van It Takes Two, Sign of the Times, het finale nummer van mij en Marcel. En eerlijk gezegd vond ik dat ons mooiste nummer die we in het hele traject hebben gedaan. Maar goed, Kaaskop was het daar niet mee eens, want hij reageerde, volgens mij ben ik de enige, maar ik krijg echt keiharde oorkanker van haar stem. De ene krijgt kippenvel, de ander krijgt gewoon een hele erge ziekte. Ik wil je in ieder geval wel heel veel sterkte en heel veel beterschap wensen. De video, wat heb ik met mijn haar gedaan? Ik ging dus van roze naar blond voor een paar maandjes en daar is op gereageerd. Sorry dat ik dit zeg, maar ik vind het lelijk, maar dat is mijn mening. Jij voelt je hier fijn bij, maar ik zou dit niet kiezen. Maar ik vond het roze en de andere kleur mooier, maar jij bent fucking knap en ik vind het niet mooi. Maar jij zegt al, jij vond het mooi en daar gaat het om. Het is eigenlijk gewoon een hele lieve reactie en een hele rot reactie in één reactie. Want je zegt eigenlijk gewoon, ik vind het echt heel lelijk wat je hebt gedaan. En ik vind niet dat je het mag doen, want de roze en zo, dat past veel beter bij je. En... maar eigenlijk zegt ze daarin, jij bent fucking knap. Ik vind het een hele dubbele reactie. Dus roompie doompie, ik vergeef het je. Was het alleen maar om je hele schat gedaan. Op de video, kijkers bepalen mijn dag. Ben ik de enige die Dionne echt fucking mooi vindt? Ik ben echt jaloers. Dankjewel Femke, vind ik super lief. En daaronder, nou, valt erg mee hoor. Ze is niet lelijk, maar ook niet heel erg mooi. Dat kan je vinden. Het is geen feit dat ik heel mooi ben. Het is ook geen feit dat ik heel lelijk ben. Iedereen heeft zijn mening en iedereen heeft iets moois. En iedereen heeft zijn lelijke kanten. Dat is gewoon waar. Nee, beetje lelijk. En dan Clowny Santam. Zonder make-up is ze lelijk. Ik heb mijn haar in, ik heb een make-up op. Maar tuurlijk, als ik 's ochtends wakker word, dan ben ik gewoon een groot monster. Dat monster, daar moet je voor uitkijken. Dus als je zulke dingen gaat zeggen, komt dat monster misschien wel een keertje jou opzoeken. En dan word je niet vrolijk van. Want dan ben ik echt heel lelijk. Ik vind mezelf ook niet heel erg knap in de ochtend. Eerlijk is eerlijk. Ik ben gewoon tevreden hoor, met mijn aardappelenface. Sabrina Bakker zegt, jij bent stom en dom. Auw. Zelfs Dolly doet me pijn, ga me pesten. Next. Vet goed bedacht. Onnedi, fuck jou, bitch. Er is een select groepje op de wereld wat dat mag zeggen en mag doen. Ik denk niet dat jij daar één van bent. Ik zie ook geen profielfoto's, ik weet niet hoe je eruit ziet. Maar stel nou dat je er een beetje zo uitziet als Brad Pitt in de film Troy. Wie weet. De kijkers bepalen mijn dag video. Dit is echt dom. Straks is Dolly dood en moet je voor de rest van je leven zijn naam op je lichaam hebben. Weet je wat het is, lieve jongens en meisjes? Dolly gaat gewoon ooit dood. Oh, ik kan het gewoon niet zeggen terwijl ze hier... oh my god. Ik vind het gewoon heel erg dat zij ooit de pijp uitgaat. Want dat gaat gebeuren en dat breekt mijn hart. Als ik erover nadenk, dan word ik er naar van. Ik wil daar helemaal niet over nadenken. Maar als het gebeurt, lieve jongens en meisjes, is het een beestje wat voor altijd in mijn hart zou blijven... in mijn hoofd zou blijven, die mij echt een fantastisch leven heeft gegeven en die heel veel voor mij heeft betekend. Prima dat ze dan op mijn lijf staat. Dit soort mensen hebben waarschijnlijk zelf geen huisdieren, die begrijpen dat niet of die hebben nooit gewoon genoeg liefde gehad in het leven. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Jij staat voor altijd op mijn arm en mijn been. Jij staat voor altijd op mijn arm en mijn been. Hoofd, schouder, knieën, teen, knieën, teen. Bardo zegt, onder de wobble bubble waterballen video, knappe jongen, maar er staan ook wel wat haatreacties onder. Nee, je bent kapot dik en lelijk en je fixt haar nooit. Nee, hij is lelijk en dik. Je bent dik. Ik zei zelf nog grappig, haha, knappe jongen. Ze gaan er echt hard overheen ook. Nee, je bent kapot dik en lelijk en je fixt haar nooit. Nee, hij is lelijk en dik. Zit Ron Emma te verbeteren? Emma die zegt, nee, hij is, je bent kapot dik en lelijk. En dan verbetert Ron haar met, nee, hij is lelijk en dik. Dus ik ben niet kapot dik, ik ben alleen lelijk en dik. Ik vind het zielig. Vind je het echt erg?
Ik vind het voor anderen erger dan als ze het tegenover mij hebben, toch? Deze haatreacties van vandaag geef ik wel echt een beetje een zesje. Of jij hebt je best niet goed gedaan, of zij hebben hun best niet goed gedaan. Lieve jongens en meisjes, dit was alweer de video voor vandaag. Ik heb op haatreacties gereageerd. We hebben weer een paar hele intelligente dingen gehoord. Ja, ik vond het wel meevallen eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wel heel erg positief. Dus dat betekent dat ik gewoon heel veel lieve kijkertjes heb. En ik wil jullie daarvoor bedanken, want dat vind ik echt super, super tof. In ieder geval, ik wil afsluiten met iets positiefs. Dus ik geef jullie gewoon een hele dikke labber zo. Zo, alsjeblieft. Vind je lekker, hè? Vind je wel lekker stiekem. In ieder geval super bedankt voor het kijken. Aankomende vrijdag heb ik natuurlijk weer een leuk of meuk voor jullie. Om met iets positiefs af te sluiten wil ik jullie vragen om in de comments elkaar complimentjes te gaan geven. Lijkt me echt super leuk om dat een keertje te doen. Dus zeg iets liefs tegen elkaar. Succes allemaal als je weer naar school gaat. Maak er een mooie week van. En dan zeg ik toedeledokie. Dikke doei. Doe een duim omhoog. Dag.